Het is weer tijd voor een nieuwe cadeautjes challenge met Araya. En dit keer is onze special guest Sylvia er ook weer bij. Hier ligt weer een enorme stapel met cadeaus voor Araya en voor mij. En in deze cadeaus zit een nieuwe zomercollectie van Huddy's Horse. Het inpakpapier belooft al veel goeds. Het ziet er heel erg zomers uit. De paarden hebben het al volop gelikt. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Heb je zin in deze video? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En dan gaan we gewoon beginnen. Nou jongens, met welk cadeau zullen we beginnen? We hebben hier een hele stapel vol. Ik zie er hier eentje voor mij. Vind je dit een mooie, Sylvia? Deze? Wil je deze? Oh! Het is wel een hele mooie, want die is gelijk voor jou, Araya. Daar staat je naam op. Wil je hem ook openmaken voor de kijkers? Gaan jullie hem samen openmaken? Dat is romantisch. Nee. Nee, niet alles jongens, niet alles tegelijk. Zo werkt de challenge niet, nee. Ik zal jullie wel een handje helpen. Oh, volgens mij is het iets blauws. Volgens mij is het een halster, hè, Sil? Ja, woe. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. We willen het natuurlijk wel even openmaken. Oh, die is mooi. Oh, en er zit een mooi zilveren randje op. Ja, kan je het ook zien, Sylvia? Oh, die ziet er wel heel tof uit. Je hebt net toevallig ook een blauwe halster om. Maar jij hebt nou een blauwe halster met een bruin dingetje. En deze die is echt helemaal blauw. Met, ik zie hier ook een donkerblauw randje, een zilveren randje. En, kijk nou, een halstertouw erbij cadeau. Yes! Oh, doei, Araya. Was dat jouw spanningsboog voor de cadeautjes challenge? Gelukkig ben jij er nog wel, hè? Ja. Nou, Araya komt vast zo wel weer terug. Dan gaan wij gewoon eens even kijken. Wil jij hem anders even passen? Kijk. Oh, kijk, dan mag de special guest... mag ook een van de nieuwe cadeautjes dragen. Zo, wat heb jij dikke manen. Hij zit jou gewoon ook in één keer goed. Want jij hebt best groot hoofd. Wauw. Wat is dit handig zeg. We kunnen het gelijk passen. En dit vind ik ook heel handig. Er zit dus gelijk een halstertouw bij. Wow. Ook heel mooi in het blauw. En wat ik eigenlijk altijd gelijk doe met halstertouwen. Is aan het uiteinde, dus hier zo, een knoopje leggen. Want stel je paard schrikt een keer of die rent weg. En het halstertouw glijdt uit je handen. Dan blijft hij nog zo pop haken bij het knoopje. Dus dan glijdt het halstertouw. Helemaal weg. Is dat je dank voor je halster? Zo, wat is dit nou? Alles ligt op de grond, maat. Oké, ik hoop dat het allemaal weer een beetje goed ligt. Ja, had je deze ook op de grond gegooid? Dat vind ik niet aardig voor jou. Oh, Araya had net ook een blauwe halstertouw. Nou heb ik gewoon nog eentje. Ja, ah, wacht, ik zie niks. Kijk, deze heeft ook zo'n knoopje. Ja, het staat jou echt mooi. Ik moet even het kaartje eraf halen. Zo, je bleef braaf staan. Dit is Halstersets La Roche Dark Blue. Nou, ik vind hem in ieder geval heel mooi. Hij staat jou heel mooi. En er staat dus ook een halstertouw bij deze set. De ponies zijn weer terug. En ik vind het wel heel leuk dat ze nou allebei een blauw halster om hebben. Het staat Sylvia ook echt oprecht goed. Maar we hadden net een cadeau voor Araya, dus ik vind dat nou wel tijd is voor mij. En Sylvia had net deze op de grond gegooid. Dus volgens mij ben jij wel heel benieuwd wat hierin zit. We gaan eens even kijken. Het is best wel een klein pakketje. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Oh, ik vind het wel heel lief dat jullie helpen. Wat zou hierin zitten? Ik heb er geen idee. Oh, volgens mij zijn het er twee dingen. Ja! Dit is leuk. Oh, het zijn sokken. Kijk, het zijn hele mooie blauwe sokken. Ze zijn ook echt lekker dik. Dus dat is wel ideaal nou met dat weer. Want het is nou niet echt heel zonnig of zo. Maar er zat hier nog iets in dit pakketje. En dat is deze riem. Oh, oh. Nou gooide ik het van de tafel. Maar het is ook een riem in de blauwe kleur. Dus het lijkt er weer op alsof alles van deze zomercollectie weer in de blauwe kleur is. En deze riem die heeft ook een beetje dezelfde kleur. Nou, Sil, ga jij nou ineens een superster uithangen? Zie hoe boos ze doet. Mag Araya er niet bij? Maar deze riem die heeft dus een beetje dezelfde kleuren als het halster. Met ook dat donkerblauw en dat zwart en het blauw. Het ziet er echt cool uit. En dus nog sokken in dezelfde kleur. Kijk, eigenlijk zouden we het even moeten passen, hè? Zo, omdat jij alles steeds op de grond gooit, mag jij nou lekker op de vlog voor schut staan met sokken om je oren. Jij vindt ook echt alles best, hè? Nou, we gaan zo meteen wel even de set passen. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel leuk staan om Sylvia de oren. Ah, oh, kom maar. Ik haal ze weg. Cadeautje nummer 2. Sokken en een riem. Helemaal top. Oh, er ligt gewoon weer een cadeautje op de grond. Oké, de tussenstand is 1-1. Een cadeautje voor mij en een cadeautje voor Araya die Sylvia heeft ingepikt. En ik zie hier nou een heel groot cadeau. En de paarden hebben hem stiekem al een beetje opengemaakt. Kijk. Dus ik denk dat ze wel heel nieuwsgierig zijn wat hierin zit. En ik ook, want het is heel groot. Dit is wel een van de grootste cadeaus ook trouwens, als ik zo kijk op tafel. Nee, ik wil ook even wat personal space. Ja? Oh, het komt tevoorschijn. Ja, ja, ja. Ah, nee. Ja, jullie helpen goed. Volgens mij kunnen de kijkers... Nee, wacht. We doen het één voor één. Woe, kunnen jullie het zien? Ja, wow. Ja,
het is een dekje. Laat het even aan de kijkers zien, jongens. Niet gelijk alles weer opvreten. De paarden zijn lekker enthousiast. En wat ik eigenlijk wel heel cool vind, is dat deze een soort patroontje heeft. Het lijken bijna wel een soort van wolkjes hier zo. En langs de rand van het dekje zit ook nog een grijs randje. Kijk, en dat heeft hij ook hier zo aan deze kant. Het lijken net wolkjes. En het dekje heeft hij ook nog een lus voor de singel, hier zo voor het zadel. En lus langs de zijkant een grijs randje. Oh, en datzelfde randje zit natuurlijk ook weer een beetje op jouw halster. Dat is leuk. Maar dat is wel een hele mooie kleur. Hij is echt heel mooi blauw. We moeten natuurlijk wel een beetje kijken of die past. Kom eens, paard. Gaan we eens kijken of die past. Denk het wel, hè. Hop. Wauw. Oh, hij zweeft. Die past echt heel erg mooi. Oh, dat is echt een leuke kleur. Ben je er blij mee? Nu nog wachten op een mooi blauw zonnetje. De zomer. Voor de zomercollectie. En dan is het helemaal compleet. Hij vormt echt gelijk heel mooi op een rij. Ik vind deze echt heel cool. Hij is ook niet mega dun of zo. Hij voelt echt stevig aan. Nou, ben je er blij mee, paard? Volgens mij wel, hè? Oké, we gaan bijna door naar de volgende. Ik weet dat je er heel veel zin in hebt. Welke doen we? Oké, welke? Die. Oké. Uraya heeft gekozen. En het wordt deze blauwe. Je bent wel dol op blauw, hè, volgens mij. Maar was die nou voor mij? Volgens mij wel, hè? Ja, hij is voor mij. Dankjewel. Sylvia, het is niet de bedoeling dat je zeg maar in het beeld gaat staan. Waarom is je halster vies? Wat heb je met je halster gedaan? Oh, niet zo lelijk. Een cadeautje voor mij. Ja, wat zou erin zitten? Oeh. En... Jongens, wat is dit? Sylvia duwt de doos op. Ja. Ik kom eraan. Oh, wacht. Je hebt het opengemaakt. Ik zag het helemaal niet. Oh, kijk nou. Volgens mij is het een vest. Zit er een rits in? Ja. Wat heb je dat goed gekozen, Raya? Het is een vest. En wat me gelijk opvalt, is dat dit vest in het grijs is. En dat zat op het halster en op het dekje. Oh, wat grappig. Kijk, dit vest dat heeft hier zo aan de bovenkant. Kijk, daar glinstert het een klein beetje. Oh, Sylvia. Nee, ik moet eerst even vertellen wat dit cadeau is. Daarna gaan we door naar de volgende. Vinden jullie deze cadeautjes challenges leuk? Laat het even weten in de reacties. Een normale unboxing is iets makkelijker, maar ik vind het wel grappiger. Wat ik wilde zeggen is dat, kijk, hier ook in het midden van het vest zit die zilveren rand. Ja, het is niet echt zilver, maar het glimt of zo. Het ziet er ook cool uit. En het voelt aan als een vrij dik vest, maar dat is hij eigenlijk niet. Hij heeft ook echt een beetje zo'n soort sportstofje. Dus ik denk dat als je deze in de zomer aan hebt, en het is best wel warm, dat hij dan wel lekker verkoelend kan zijn. Oh, heeft hij ook nog rits aan de zijkant. Dus je kan er ook nog mee op buitenrit en je spulletjes meenemen. Ja, jij hebt hem uitgekozen, meneer. Dankjewel. Het staat eigenlijk best wel leuk ook over dat jasje wat ik nou aan heb. Oh. Wow, jij maakt echt dino-geluiden. Het vestje wat ik aan heb is maat M, maar hij zit best wel groot, want ik heb hem nou over een jasje aan. Maar dit is best wel een lekker vestje, want als hij dus wat groter zit, dan kan je eronder ook nog wel misschien een dun truitje aan of wat anders. En hier zitten dan die zakken. Ja, er zit geen eten in, dat is dan weer jammer, hè? Wow, jongens, is dat je wraak voordat er geen eten in dat ding zit? Nee, dit is wel fijn. Ik vind het ook wel leuk dat hij misschien iets groter is, want dan kan je eronder dus ook nog wel een truitje aan of een dikker shirtje. En als het dan koud is, dan doe je gewoon deze eroverheen. Kijk, en hier zie je dus weer zeg maar die details. Want dit dekje heeft dus hier zo'n grijs zilverachtig randje. En dit vest heeft dezelfde kleur. Allemaal kleine details dat het toch allemaal bij elkaar past qua kleur. Superleuk. Nee, dank jullie wel, paarden. Dat hebben jullie goed gekozen. De tussenstand. We hebben nog 3 cadeaus. We hebben nog 2 cadeaus voor mij. Nou. En nog 1 hele grote voor Uraya. Die is ook echt best wel dik. Dus, wat wil je... Oh, sorry. Oké, het cadeau dat jullie als eerste op de grond gooien gaan we openmaken. Nou, wat zijn jullie toch makkelijk, jongens. Voor wie was die eigenlijk? Oeh, nee, Sylvia, niet mij. Het is deze geworden. En het is er eentje voor mij, want mijn naam staat erop. Dank jullie wel. Oké, helpen jullie weer mee met openmaken? Oké. Daar komt hij. Oeh, huh? Ja, kijk eens even. Dit is cool. Oh, kijk eens, omdat je me zo goed hebt geholpen. Een snoepje voor jou ook. Oeh, het is iets in spijkerstof. Huh, maar dit is apart. Volgens mij is het niet echt een broek. Ja, je hebt het goed gedaan. Ja. Huh, nee, het is een soort van... Lijkt bijna wel een legging. Oh, telefoonzakjes. Ja. Oh, dit is handig. Oh, schrok je van je eigen actie? Ja, dat zou ik ook begrijpen. Kijk dan, deze broek die heeft hier zo een telefoonzakje. Maar het zijn eigenlijk 2 verschillende. Want hier zo zit een zakje en daar zit een ritsje. Past een telefoon in. En hier zo zit een zakje en die is zeg maar open. Oh, maar dit is echt zo handig. Ik vind het zo fijn als broeken een telefoonzakje hebben. Niet al mijn broeken die hebben zo'n telefoonzakje. Dus dan neem ik een heuptasje mee op buitenrit. Maar dit is echt helemaal handig. En het zijn ook nog 2 verschillende. Het ziet er dus een beetje uit als een spijkerbroek. Maar volgens mij is dat
het niet, want zo voelt het niet aan. En hier aan de achterkant zit ook nog zo'n anti-slip zitvlak. Loopt helemaal door tot aan hier, zit echt veel op. En ook nog zakken aan de achterkant. Ik vind het eigenlijk heel grappig, want het lijkt dus inderdaad net een spijkerbroek, maar het is gewoon een legging. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zitten. Oh, dit vind ik echt heel tof. Deze vind ik heel cool gemaakt. Uh-oh. Wat zien jullie, jongens? Wat zie je er? Zo, dat paard kijkt echt heel erg verschrikt. Kijk. Uraya is ineens heel alert. Gaat goed, jongen. Hé, hey. Shh. Niet bang zijn. Het is goed. Ja. Huh? Ineens zijn ze alle twee heel erg onrustig. Kijk. Maar ik heb geen idee wat er aan de hand is. Dus ze staan wel alle twee heel cool in hun blauwe halstertjes. Nee, Sylvia. Sylvia. Nee. Daar gaan we weer, jongens. Ik weet niet wat jullie hebben gezien. Vliegende ufo's of spaghettiballonnen of zo. Maakt niet uit. We zijn weer terug. En we hebben nog twee cadeaus over. Namelijk een hele grote voor Uraya. En deze voor mij. Een blauwe en een rode. Oeh, wil je die openmaken? Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om de grootste voor het laatst te bewaren. Zullen we eerst deze voor mij doen dan? Help je weer mee met openmaken? Ja, dankjewel. Ja, 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 goed zo. Ja, ja. Oh, en daar is het. Oh, jij hebt wel een duidelijke voorkeur. Hè? Dat laat je wel blijken. Maar, oh kijk nou. Het zijn twee dingen. Ja, volgens mij zijn het polo's. Ja, want dat kan niet ontbreken in de zomercollectie. Oh, een hele mooie blauwe. Oh, deze die past super goed bij dat dekje. En bij je halster. We hebben er niet alleen eentje in het blauw. Kijk eens, hier ook eentje in dat grijs. Oh, en deze die past natuurlijk weer bij dat vest. Oh, wat super leuk. Oh, kijk nou. Die heeft hier ook hier zo een zilveren randje. Dat vind ik echt wel een heel mooi detail. Dus het is niet zomaar een grijze polo. Maar hij heeft hier echt een heel mooi zilveren randje. En er zit ook wel verschil tussen deze twee polo's. Uraya die laat het even zien. Kijk, want deze die heeft hier zo een ritsje. Zo, dus dan heb je met een ritsje de opening. Dus dat is de grijs. Polo. De blauwe polo die heeft hier zoals we dat kennen met die knoopjes. Deze blauwe die voelt trouwens ook echt heel dun aan. Ik denk dat dat echt heel fijn is als het deze zomer weer zo warm gaat worden. Lekker luchtig, dat is het woord wat ik zocht. Nee, niet de camera, niet de camera, niet de camera, niet de camera. Maar ik heb niet echt een duidelijke voorkeur met wat ik zelf beter vind. Zo ritssluiting of knoopsluiting. Ik vind allebei wel fijn. Volgens mij vindt Uraya hem ook wel leuk, want hij zit er steeds weg te duwen met zijn neus. Heel leuk. Ik wil zo eigenlijk wel eventjes een setje proberen bij de auto. Dus blijf kijken tot het einde, want dan ga ik even een setje aandoen. En ik weet dat jij de hele tijd zit te wachten op één cadeau die je inmiddels op de grond hebt gesmeten. Dus ik denk dat het tijd is voor jouw cadeau. Ja, het grote cadeau. Wat zou hierin zitten? Nou, het dekje was eigenlijk ook wel een groot cadeau. Ja, goed zo. Ja, ja, ja. Ta, 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 ta. Oh, dit is echt groot. Oh, ik heb hem nog niet helemaal geopend. Daar komt hij. Oh, volgens mij is dit heel mooi wit, Uraya. En ik denk dat het de bedoeling is dat je hem wit houdt. Vliegendeken. Oh, oh jouw paard. Wat word jij verwend met een nieuw deken. En Uraya's vliegendeken, die was wel een beetje aan vervanging toe. Dus dit komt echt heel goed uit. Maar kijk even hoe dit patroontje eruit ziet. Wat vind jij ervan? Ja, hij ziet het niet, want hij is hier blind. Maar ja, zie je het? Huh? Volgens mij is dit de hals. Oh, er zit ook nog een hele hals bij. Wow, kijk hoe groot. En ik weet niet of jullie het printje zien, maar het is dus een luipaardprint. En Uraya die heeft natuurlijk al zijn giraffendeken. Dus we hebben nou weer een deken in een dierenprint. Maar dit is dan een vliegendeken. Die had ik nog niet in een dierenprint. Hoe leuk is dat? Maar het is niet alleen een vliegendeken. Hij heeft dan ook een hals, maar het is ook een koeler. Ik weet niet echt wat een koeler is. Is dat dan afkoelend of zo? Of zorgt dat er juist voor dat het in de zomer niet te warm aanvoelt? Moet je wel schoonhouden. Zullen we dat afspreken? Oh, dit vind ik echt zo'n cool patroon. We gaan hem passen. Even kijken waar de voor- en achterkant zit. Ik heb geen idee. Maar volgens mij is dit de zijkant. Weet je wat? Ik kwak hem er gewoon overheen. Hop, en dan zien we het nou wel. Oh nee, dan moet je niet weglopen. Nou, poging 2. Moet wel zeggen, ik vind het wel ingewikkeld hoor. Oh wacht, volgens mij zit het zo. Oh wacht, ik heb mijn binnenste buiten volgens mij. Ja, ik ben het probleem. Ah, paard! Je bent een blauw luipaard. Nou, je kijkt echt niet blij. Ik ben natuurlijk een beetje aan het stuntelen met dat deken. Zeg, blauw kapje, waar ga je heen? Zo alleen. Zo alleen. Een prijskaartje dat hangt er hier ook nog bij. 55 euro. Maar dat vind ik volgens mij helemaal niet zoveel voor een vliegendeken. Volgens mij heb ik voor Uraya's vorige vliegendekens echt wel veel meer geld betaald. Niet zo gemeen. Jij hebt een halster, hè? En hij is nog een vet leuk patroon. Je krijgt er nog een hals bij. Ik heb hem even omgedaan. Ik moet hem her en der nog wel wat beter op maat doen. Maar ik vind het wel echt fantastisch. Ik denk dat er nou gewoon geen één vlieg meer is die je op Uraya durft te prikken. Want die denkt gelijk, oeh, een luipaard. Oh, hier zit ook nog zo'n staartkoord. Die moet ik ook nog vallen.
vastmaken. Maar ik denk dat al die vliegen jou niet meer durven aan te vallen. Nee, mooi toch? Ik heb nog nooit zo'n cool vliegendeken gezien als dit. Oh, en dit moet ik ook nog losknippen zo te zien, want dat is zo'n bewegingsstuk. Hier is het mooi wit, dus ik ben benieuwd hoe lang dat wit blijft. Maar vooral de patroon ook. Ik vind het zo cool. En hij zit er rijden ook echt wel goed. Ik denk dat het tijd is om voor mij ook eens even een coole outfit aan te doen. En dan zie ik jullie zo weer terug. En toen ineens hadden we gewoon allemaal de nieuwe zomercollectie aan. Kijk even. Is toch net een familieportret? Sylvia heeft het halster. Ik heb het dekje ook nog omgedaan. Uraya heeft het dekentje. En ik heb een gedeelte van de outfit aan. Laat even in de reacties weten wat jij het mooiste item uit deze collectie vindt. Ik vind het deken van Uraya met zijn luipaardprint wel een van de origineelste die ik ooit heb gezien. Maar ook Sylvia's halster vind ik heel erg mooi. En alles staat ook echt ontzettend mooi bij elkaar. Dus deze nieuwe zomercollectie van Harry's Horse, die vind je vanaf nu in de winkel. Laat zeker in de reacties weten wat jij van deze video vindt. Doe zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want dan gaan we richting de 80.000 abonnees. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!